Het was een bijzondere man. Het was voor mij eigenlijk een hele nieuwe wereld. Ik ben natuurlijk een grote stadsjongen en hij was toch een plattelander. Hij woonde in Beerdaert en daar repeteerden we ook op die grote boerderij die hij toen had. En ja, dat was een fantastische tijd. Elke zomer gingen we naar het Chocolan, naar de PC. Al die soort dingen. Het was het. En hij kwam graag in Rotterdam. Hij was een liefhebber van de stad. En dus dat was een bredere samenwerking, zeg maar, dan alleen maar gewoon samen een programma spelen. Kijk, ja, waar dan? Nee, ik wou gewoon alleen maar zeggen, kijk, we zitten nou zo wat een volle dag op deze dijk. En er is in al die tijd nog helemaal geen pest gebeurd. Zouden we dan niet eens even maar een hapje afgekeurd? En later ben ik ook naar die Friese programma's gegaan. En toen deed zich het merkwaardige feit voor dat ik zag hoe die in het Fries eigenlijk ook op zijn leukst was. Dan trok hij zijn Friese vel aan, zal ik maar zeggen. En dan was het echt dat publiek vond hem ook geweldig. Hij speelde natuurlijk Friesland is nou niet zo verschrikkelijk groot, er wonen ook niet zoveel mensen. En toch speelde hij daar een keer of 80 in een jaar in alle kleine gehuchten en dorpen die er maar waren, behalve de grote steden als Drachten en zo. En dan moet je je voorstellen dat er op zo'n avond in zo'n dorp niemand thuis was. Want die zaten allemaal bij hem in de zaal. Daar had ik een grote bewondering voor. Heid! Oh, het is in het Fries, het is zijn vader. Ik zal het even vertalen. Heid, ja, dat is vader. Nee, dat kind het. Het kan niet. Ik ben aan het werk. Hij is aan het werk. Wat hij daarmee bedoelt, weet ik ook niet. Hij nam zijn werk buitengewoon serieus. Maar hij zag ook, en dat heb ik eigenlijk ook van hem geleerd, de boel toch te relativeren, de boel niet al te serieus te nemen, ook de humor van de dingen in te zien. Geef hem dit vertellen als hij hem 20 jaar nog van me zit te trillen. En ik zin op het toneel te flippen. Dan doen we dat. He? Ze zijn welkom, als ze maar betellen, zeg ik ooit. Wat ik het meeste aan hem zal missen, dat is de vriendschap. Je hebt wel een hoop collega's, maar er zijn er niet zoveel die, ook als je in de penarie zit of je hebt de aanspraak nodig, of die je op kunt bellen en zeggen, joh, ik zit hier of daar mee, wat vind jij daarvan? Hij had een gezond oordeel ook over de dingen, nuchter. En dat is nu weggevallen. Is de jocht iets gestre dagen, een hot vest in zwakken street. Of is dezelfde binnen, moet men het ek beskruld. Het is liefde die de meeste leven bloot. Maar ik hoop dat hij rust in vrede.